Let's kijk deze nieuwe video. Mijn naam is Sam. Vandaag spelen we Minecraft. Dit is in één keer. Boyo, oké. Een lekker nieuw begin. Denk ik even alweer. En dat komt van 1.18 is uitgekomen. Finally. Dat betekent hele hoge bergen, zoals jullie zien. Hele diepe bergen. Diepe grotten. Oké, jongens, ik geef jullie 20 seconden om te kijken wat er nou speciaal is aan deze afbeelding. Weet je, ik zeg het nu al. Well, yes. Maar dit is de nieuwe update. We hebben hoge bergen, we hebben hele nieuwe biomes. Dus echt veel mooiere bomen ook en zo. We hebben hele diepe caves. Volgens mij, ik weet niet of ik hier zojuist... Nee, volgens mij is dat niet echt... Wat? Wit? Oh, mijn god, wit. Oké, jongens. Nee, dit kan niet. Dit kan niet. 1. 2. En ik zie daar nog een hutje staan. Dat betekent 3 dorpjes alweer. Well, yes. Leuk dat je kijkt deze nieuwe video. Mijn naam is vandaag spelen we weer Minecraft. Dit is geen hardcore zoals we zien aan mijn hartjes. Het is gewoon eindelijk weer een leuke nieuwe survival. Hopelijk wordt dit goede survival. Sorry dat ik... Oh mijn god, jongen. Zodat ik niet verder ben gegaan met die hardcore. Ik weet niet of ik daar nog mee verder ga. Maar dit is in ieder geval een serie waar ik wel lang mee doorga. Neem ik aan. Moet het voorstellen dat het is ongevallen of zo? Moet het hier wel zeker uit? Silk Touch. Curse of Binding. Nou, die gaan we dus even lekker niet meenemen. Curse of Binding houdt in. Als je die aandoet, krijg je hem nooit meer van je kop af. Tenzij je doodgaat. En in hardcore is dat dus niet heel chill. Gelukkig zitten we niet in hardcore. We nemen dit lekker mee. Even hup. En hup. En hup. Easy clap. En dan hebben we hier nog nuggets. En dan kunnen we dit van maken. Je raadt het al. Daar gaan we gelijk een pickaxe van maken. Hoppa. Het is echt precies genoeg, by the way. En dan kunnen we dit gold meenemen. Oh yes. Kijk hoe sick dat eruit ziet als je dropt. Wee. Ziet er echt vet uit. Nou, gewoon even liggen wat boompjes hakken. Trouwens, zoals jullie misschien hebben gezien, heb ik een intro gemaakt. Ik weet niet of hij in deze video terechtkomt. Want ik weet niet of het me gaat lukken om in deze video te plakken. Maar waarschijnlijk wel. Zo niet, komt hij later nog echt wel in de video. En ja. Kijk, daar was het andere dorpje toch? Volgens mij wel. Ik denk dat die het chiller is, want zoals ik aan het andere dorpje zag, zat hij echt heel veel op de berg. En volgens mij deze niet echt. Hé, hey, koetjes. Koetjes, kijk. En daar was er nog één dus. Ik zie ook maar gewoon één huisje eigenlijk. Maar kijk even, besef even. Kijk hoe groot deze biome is. Holy shit, was dat nou die ene? Ja, dat was die ene die ik al zag. Toch? Ja, dat was die ene die ik al zag. Hé, hey, dorpje. Ik vind wel, ik heb een beetje lag hoor. Wacht, video settings. Daar in de distance. Ik ga een klein beetje meer omlaag. Ik had het omhoog gedaan voor jullie eigenlijk. Dat jullie van die berg konden zien. Wil je nog kijken? Brood, altijd chill. Aardappels, neem ik ook wel mee. En appels gewoon. Hier is niks, nope. Dit is ook niks, toch? Oh jawel, stokjes ook. Nice. Kijk, dit bedoel ik dus met die caves. Kijk hoe vet. Hallo? Hallo? Is daar iemand? Sick. Hallo.
Mag ik even hier kijken? Oh, thanks. Oh, zadel. Even lekker wat broodjes en een helpie. Dat waardeer ik, jongens. Dat waardeer ik. Ik had misschien beter eerst even een bijl kunnen maken. Nee, maar ik stel voor dat we daar ergens gewoon ons huisje gaan bouwen of zo. En daar is ook een swamp. Ook chill. Kijk even, jongen. Klein beetje weer hoor. Klein beetje omhoog. 20. Kijk hoe sick. Dit ziet er echt heel anders uit. Wat? Oké. Dit belooft veel nieuws. Laat me trouwens even een bedje pakken. Wat? Kijk dat. Kijk. Kijk dit. Dat wist ik niet. Sick. Holy shit, ik ben zo hyped voor dit. Dit is sick. En sick. En sick en dope. Zo, en dan gaan we even een. Nee, dat doen we nog niet. Want we hebben al een pickaxe. En dan gaan we even heel sneaky deze drie weghalen. Dat ziet, dat valt niemand op hoor. Zo. Hop, 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 hop. Kijk, hebben we even wat brood. En hebben we wat hout. Of hebben we een stenen bijl. Dus wat gaan we doen? We gaan gelijk eventjes. Sorry, ik heb net gegeten. Lasagne, heerlijk. Oké, dan kunnen we gelijk eventjes die Iron Golem killen. Sorry, peoples, maar dat vind ik wat chill, want dat is gratis ijzer. Hallo daar. Hallo, Pieter. Easy. Hoeveel? Vijf. Kijk, dat is chill. We kunnen een bijltje maken. En een zwaardje als dat nodig is, maar hoeft niet per se. En een schild sowieso. Ja. Ik denk dat ik deze aflevering gewoon eigenlijk puur ga focussen op een mooi, redelijk mooi huisje. Ik denk dat ik dat als eerste ga doen. En dan zien we daarna wel verder. Dus dan moeten we even wat hout verzamelen. Maar dat is gewoon zo gedaan hoor. Vooral voor jullie, want jullie. Voor mij is het 10 minuten, voor jullie is het niet eens 10 minuten. 20 minuten, voor jullie is het 1 seconde. Zo simpel is dat. En dat is geen grap, want dat is echt. Dat is echt. Dat is niet nep, dat is echt. Welkom! Oh yes. Een betere bijl. Gaat even alles wat sneller. Trouwens, jongens. Ik ging laatst winkelen met mijn moeder, weet je. En toen kwam ik bij de bakker. Maar die was er niet. Die lag in het ziekenhuis, weet je waarom? Hij was aangevallen door tijgerbrood. Holy shit, dat was echt een goede grap, man. Dat was echt een mastergrap. Ik wil even kijken of daar nog wat is. Hier, een boom, een andere boom. Ik zit een beetje te koekeloeren. Dit is echt sick, man. We hebben weer gelijk een dorpje. Wat is die kans zo? Kom op, dat geluk. Die bestaat bijna niet eens. Wauw. Nou, ik ga nu gewoon een beginnetje maken voor mijn hazie. Oh, het wordt al nacht. Ik ga nu een begin maken voor mijn hazie. Heb ik nu al 10 keer gezegd. En dan de volgende aflevering. Waarschijnlijk ga ik het niet deze aflevering afkrijgen. Maar de volgende aflevering vast wel. We gaan even slapen. En heb ik een beetje aarde nodig, zag ik, want er zat daar een gat hier en die wil ik weer eventjes dichten. Dat lijkt me wel zo chill, dus ik ga hier een klein beetje aarde verzamelen. Zo. Het is ook zo rennen dat je dat huisje toch daar ziet. Huh, emeralds? What? Dat is sick.
Holy shit, je kan gewoon nu al gewoon twee emeralds zien. What the fuck? Ik ben echt. Dit is echt zo vet, deze update. Maar blijkbaar zit de ally dat erin zou komen, zit er dus niet in. En dat is jammer. Want daar had ik me eigenlijk wel het meest op verheugd, op de ally. De ally. Wacht, ik heb nog een. Ik maak wel even een skeppy. De ally moet een soort vliegend beest voorstellen. Dat als je het een item geeft, gaat hij in de buurt van jou meer van die item zoeken die je hem gegeven hebt. Zal geven hem een stokje. Gaat hij ook stokjes in de buurt zoeken. En dan geeft hij het dan terug aan jou. Kijk, en dat is gewoon heel vet als je dat hebt, toch? Dat is echt, dat zou echt gruwelijk vet zijn. Maar ja, dat is niet zo. Dat is jammer. Oké, dus hier gaan we bouwen. Ik had toch eigenlijk niet echt een idee voor een huis, zit ik te denken. Maar ik denk dat ik dit neerzet. Even wat meer planks maak. En dan een soort opstapje van 3 lang. Zeg maar zo'n fundament waar je nog eerst op moet. Zoiets, of is dat heel breed? Misschien eentje korter of zo, of twee. Ik doe wat twee korter. Dat zou wel goed zijn dan. En ik kan nog eentje langer maken om het toch even te houden. Dan maak ik even wat trappies. Dan maak ik nog even wat stokjes. Hop. Zo. Zo. Sorry, ik krijg even de melding. Dat zien jullie waarschijnlijk niet. En dan maak ik even weer wat stokjes erbij. En doe zo. Hup, 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 hup. Zo. Zo. Kijk, en dat ziet er dan ook weer best cool uit, als je het mij vraagt. 3, 4 hoog. Ja. 1, 2, 3, 4 hoog. En dan maak ik nog eventjes weer wat planks. Doe wappertiepen. Kijk, en dan heb je dit. Well, I think that's pretty cool. Zo, dan nog dit zo doen. Met daar twee raampjes. Denk ik dat dat er wel leuk gaat uitzien. Oh, de deuren in je inventory zien er anders uit. Wow, dat ziet er cool uit. Kijk, nou, en dan heb je dat stukje. En dan gaan we even het afdakje maken. Zo. En dan eventjes nog wat slab. Want dat hebben we nog nodig. Had ik nog stokjes over? Ja, toch? Fences bedoel ik. Ja, dan heb ik er nog twee nodig. Eigenlijk heb ik er nog twee nodig. Oké. Dan krijg je er gelijk 3. Dat is zo jammer gelijk. Willen we eigenlijk zo eindigen? Ja, dan doe ik wel gewoon zo. Denk. Nee, dat is. Nee. Dan moet ik juist eigenlijk eentje hoger, zeg maar. Want nu ziet het er gewoon heel weird uit. En ik denk dat als hij nog eentje hoger gaat, dan niet.
Haken. Huppa. Kijk, dit ziet er beter uit. Ja, kijk, 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 kijk. Oh. Oh, dat ziet er leuk uit. Oh, dat ziet er echt leuk uit. Als ik dan... Ik zeg maar wat hoor. Stel, ik doe gewoon heel random gewoon dit. Ik denk legit dat dat er nog leuk uitziet ook. Zo. Doe ik er nog eentje hier bijvoorbeeld. Oh. Gewoon random van die dingen, maar ik denk dat het toch wel een kleine leuke toevoeging is. Zo. Ja. Ja, 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 dat is wel leuk. En hoe lang wil ik hem dan hebben? Even kijken, schrijf ik hem op. Zo eentje, zoiets of zo. 1, 2, 3, 4. Oh. 1, 2, 3, 4. En dan maken we deze planks. En dan maken we zo. Hoppa, kaas. En dan gewoon dit. Hebben we meer hout nodig? Maar dat, thanks voor de slaps. Maar dit is al een beginnetje voor nu even. Het is een leuk begin. Van een nieuwe serie. Met een best mooi huis, vind ik tot nu toe al. En ja. Ik maak het dan gewoon nog even een blokje, sorry. En ja, dat was het dan. Voor de loop, laat met een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer even zeker op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later.